Dit neemt niet weg dat het nu niet het juiste moment wordt geacht om tot een sluiting van de Eugelse kerk op zeer korte termijn te komen. We zijn erg blij dat de bisschop zodanig geïnterveneerd heeft dat we voorlopig eventjes open mogen blijven. Het is natuurlijk Gods werk en we dachten nou, het zou wel heel raar zijn als de bisschop het goedkeurt zoals ze het gedacht hadden. Het was nogal brusk voor iedereen. Als je het goed leest, het persbericht, dan mogen we 5 jaar vooruit en daarna valt alsnog de bijl. Dus ja, de strijd gaat voort, zullen we zeggen. We gaan zorgvuldig kijken of we hier in ieder geval ten dele een andere functie in kunnen vinden en ten dele een kerkelijke functie in kunnen behouden. Dit gebouw dat is zo groot, dus er kunnen 800-900 mensen in en dat hebben we niet nodig. Dus we hebben eigenlijk zoeken naar een compactere vorm.